Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. De eerste van het seizoen. Sari, hebben we er zin in? Absoluut. We zitten op een prachtige locatie. We gaan voorlopig in Bellevue deze opnames doen. Mm-hmm. En we hebben hele leuke onderdelen, gasten. Zeker. Een paar veranderingen, maar het bloemetje van de week, dat blijft. Die blijft zeker. Wat hebben we nog meer? We gaan praten met Mark van den Broeke, die van alles over Secunda komt vertellen, die binnenkort 10 jaar bestaat. Een nieuw item, dat is de straatpraat van de week. En we gaan aan de Tielenaren vragen wat ze vinden van de Westluiden Support. Ja, dat gaan we dan eventjes ook eens te horen natuurlijk. En de eerste gast die we aan tafel hebben, dat is Monique Verhoeks. En Monique Verhoeks, van harte welkom. Jij bent film- en documentaire maakster. Van oorsprong, van origine, kom je uit Tiel. Nou, je hebt een groot gedeelte daar doorgebracht in je jeugd. Ja, mijn middelbare schooltijd op de RSG. Precies, dus een band met Tiel. Ja, nee, absoluut. En je hebt iets moois gemaakt. Kun je daarover vertellen? Dat hoop ik. Ja, nou, de band met Tiel is natuurlijk ook... Mijn vader komt voor in de film. Die heeft hier 20 jaar op de Betuwe gewerkt. En nou, de film, het is een speelfilm. Maar het is wel gebaseerd op historische achtergrond. En de film is geïnspireerd op het verhaal van mijn grootvader en mijn vader. Het gaat over vader en zoon. En mijn grootvader die was krijgsgevangene aan de Thailand-Burma-spoorlijn. En mijn vader was in dezelfde tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Japanse bezetting, zat hij in een interneringskamp met zijn moeder. Ja, dat is allemaal heel erg aangrijpend. En om een kleine indruk te geven van waar die film nou precies over gaat, gaan we even kijken naar de trailer nu. Oké. Leerde u op school dat de aarde een bol is? Ik niet. We zien dus niets direct. Alles indirect. Het is en blijft een beeld waar we niet doorheen kunnen zien. Junior! Ik ben hier! Junior! Niemand haalt ons hieruit. Ik herkende hem niet meer na de oorlog, toen ik uit het ziekenhuis kwam. Eten laten staan, 3. Slechte cijfers, 4 slagen. Met de riem. Ik heb je nooit gevraagd hoe het daar was, in jouw kamp. Je hoeft alleen maar je huiswerk af te hebben. Nee, wat doe je nu weer? Jij bent net als ik, junior. Ja, geef mij onmiddellijk de regie. En over ons, de krijgsgevangenen aan de spoorlijn, zeggen ze dat we kinderen werden. Giechelden zelfs. Nee. 1 oppervader. En 1 zon. Als je het na zou kunnen vertellen. Kan je het navertellen? Fantastisch gedraaid. Dat als eerste, maar het onderwerp is natuurlijk ook pittig, hè? Het is wel pittig, want het gaat eigenlijk over hoe je omgaat met trauma en hoe je, zeg maar, kunt leven met verschrikkelijke oorlogsherinneringen. En naar de film, ja, wat ik meestal ook vertel, het gaat eigenlijk ook over PTSS, posttraumatische stresssyndroom. En mensen die daarmee te maken hebben, die hebben last van dat ze met die herinneringen moeten leven. En proberen die herinneringen soms ook te verdringen. Mm-hmm.
moeten met hun angsten en boosheid omgaan. Wat eigenlijk zeg maar, veroorzaakt is door zo'n bijvoorbeeld een oorlog. Het zou ook een ander trauma. Maar speelt jouw vader een prominente rol in die film? Dat klopt, ja. Hoe moet je dat precies zeggen? Maar zitten er heel veel zaken in die bij jullie privé in het gezin ook hebben plaatsgevonden? Nou, de film gaat ook over het grote zwijgen. Zeg maar, wat kenmerkend kan zijn, zeg maar, wat ik in elk geval wel ken, is dat over zulke dingen in onze familie werd gezwegen. Ik heb ook wel met meer mensen met zo'n trauma gepraat. En het is in veel families heel moeilijk. Mm-hmm. Dus ik heb wel geprobeerd in de film, en daarom is het ook een speelfilm, om de gaten op te vullen. Dus wat bij mij thuis verteld werd, dat waren maar flarden. Ja, wat er vooral niet verteld werd. Het gaat eigenlijk om wat er niet verteld wordt. En het hoofdpersonage, gebaseerd op mijn grootvader, wordt gespeeld door een jonge acteur, een jonge veteraan. Ik heb op zich mijn opa nooit gekend, dus ik weet daar ook maar kleine verhalen over, of wat flarden. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel gezien, zeg maar, in onze familie. En de kleine dingen opgepikt en dat aan elkaar geregen, zeg maar, als een soort ketting met dingen die ik in dagboeken van krijgsgevangenen heb gelezen. Dingen die ik gehoord heb door interviews. Ja. Ik neem aan dat jouw vader de film al gezien heeft. Ja. Wat vond hij er zelf van? Nou, daar zegt hij natuurlijk ook niet zoveel over, maar hij vond hem goed gelukt. Geeft ook aan hoe moeilijk het nog steeds ligt. Het is echt heel moeilijk, want mijn vader speelt dus de bejaarde zoon. Hè? Ja. Dus de vaderfiguur is eigenlijk heel jong in de film. En die kijkt hoe het zijn zoon is vergaan. Mijn vader zwijgt ook in de film. Dus ik heb... Maar is het niet, hè? We praten hier over een groot trauma. En dan wordt er vaak gezegd, je moet het een plaatsje geven. Maar ik vind dat zelf altijd moeilijk, hè? Je kunt het geen plaats geven. Het is gebeurd. Ja, ik denk in dit geval dat dat niet zomaar kan. Het is, ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, soms worden dit soort traumas gewoon onder een dik blok beton gestort. Er wordt beton overheen gestort. En dat is een moeilijke materie natuurlijk, want dat is voor iedereen verschillend. Precies. En je moet ook vooral niet proberen om dat beton open te breken. Nee, dat kan misschien juist extra leed gaan veroorzaken. Ja, maar je pa heeft wel meegewerkt. Hij heeft meegewerkt en ik denk dat in de film ook wel duidelijk wordt, zeg maar, hij wordt geobserveerd ook door bewakingscamera's, omdat zijn zogenaamde vader in de film hem observeert op de monitoren en kijkt hoe het hem is gegaan. Maar ik heb ook een monoloog geschreven voor de vaderfiguur, dus de opa, of mijn opa eigenlijk, om zeg maar die blik van mijn vader toch ook een stem te geven. Ja. Dus dat je zeg maar ziet, en ja, ik zelf zie dat ook wel in de film, hoe... je ziet zijn trekken, maar die krijgen ineens een geschiedenis. Mm. En mijn vader heeft hier ook 20 jaar in de fabriek gewerkt. Maar ik denk dat nooit iemand iets aan hem gezien zal hebben. Ze weten het niet eens waarschijnlijk. Nee, want hij heeft gewerkt bij de Betuwe hier in Tiel, hè? Ja, klopt. Ja. 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 Is dit ook gebaseerd op de herinneringen van jouw vader? Nauwelijks eigenlijk. Nauwelijks. Dus wel wat ik weet, waar hij, wat er gebeurd is, wanneer ze naar Nederland zijn gegaan. Dat hij zijn vader zoveel jaar niet heeft gezien. Wat kleine anekdotes, maar hij was toen ook kind. En hij zal nooit letterlijk over zijn kampervaringen vertellen. God, het is onvoorstelbaar voor ons natuurlijk. Het moet heel, heel, heel groot zijn. Ja, ja. Hoe lang ben jij met deze film bezig geweest? Nou, behoorlijk lang. Ik ben in 2008 begonnen met het scenario. En toen heb ik ook onderzoek gedaan. Ik ben naar Thailand geweest voor het oorlogsterrein, de spoorlijn. Hoe was dat? Dat was wel indrukwekkend voor mij. Omdat ik kwam daar toen aan en ik was met een vriend. Ik reed daar met de bus het stadje binnen. En ik dacht wel van... Nou ja, ik ben eigenlijk de eerste in de familie die hier weer voet aan de grond zit. Ja, nou, die van mijn vader. Mijn opa, zeg maar. En wat ik ook heel indrukwekkend vond, want het verhaal van die spoorlijn is ook wel heel specifiek. Hè? Er waren tienduizenden mannen die daar dus dagelijks en die dwangarbeid verrichten, lijfstraffen kregen. Gewoon dood neervielen, geslagen werden. En dat als je dan daar door die jungle loopt, want we werden dan... werden op expeditie meegenomen door een Australisch onderzoeker. En dan is dat
dan voel je dat eigenlijk. Mm. En zeker omdat je dan beseft, en welke, ik probeerde ook uit te vinden waar mijn opa dan precies, want er waren heel veel kampen langs die lijn. En zijn die er nog? Nou, ook nauwelijks. Is er niks meer over? Er zijn wat resten. En die krijgsgevangenen die werkten van twee kanten, vanuit Burma en vanuit Thailand, eigenlijk naar elkaar toe. Maar ze moesten dus steeds van kamp naar kamp, trokken ze verder naarmate die spoorlijn vorderde. Dus het is ook bijna niet te achterhalen. Ik heb het met kampnummers en kampkaart geprobeerd. En nou ja, zo ongeveer waar hij dan geweest zou kunnen zijn. Ik vind het een afgaand op de trailer een vreselijk mooi verhaal eigenlijk. Ja, en 28 ook, september. Precies. Ja. Is het al bijna. Ja, klopt. Ja. Filmfestival. Ja. Ja, dat in, moet in Utrecht. Dat betekent dus ook dat hij goed ontvangen wordt. Nou, dat hoop ik. Hè. Zo van, het is wel heel fijn om met dit podium te kunnen starten. En hij wordt een paar keer vertoond tijdens het festival, nog op maandag en op woensdag. Mm-hmm. En het is een hele mooie start voor de film. Als mensen geïnteresseerd zijn, hè, en dan kan ik me levendig voorstellen, waar kunnen ze die film zien? Of hoe gaat dat in zijn werk? Hij is te zien in een aantal bioscopen tijdens het festival. Eerst is geloof ik in City en nog in Herz Tivoli. Dat is nieuw. Er zijn zo'n website waar wat in is. Ik kan me voorstellen dat je het niet allemaal meteen paraat hebt. Mensen zouden kunnen kijken op filmfestival.nl. Dus daar kun je zien wanneer de film heet Flat Earth. Dus wanneer die vertoond wordt, zeg maar. En hoe je kaartjes kan kopen. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Nou, dat is absoluut een moeite waard. Ik zou het ook zeker iedereen aanraden. We kunnen er denk ik nog wel een uur over praten. Ja, ik wil nog wel heel veel dingen eigenlijk weten. Ja. Heel fijn dat je erover hebt willen vertellen. Ontzettend veel succes. Vanaf, sowieso natuurlijk, maar vanaf 28 september wordt het allemaal heel spannend. Ja, ja. En we hopen nog veel van jou te horen in de toekomst. Okay, nou, en dat moet ik nog even zeggen, want je bent Tielse, mogen we best wel stellen. Maar je woont al jarenlang in Amsterdam. Ja. Je hebt de moeite genomen om hier naar de Stadstv te komen. En daar dank je wel hartelijk voor. Nou, heel graag gedaan. Wij van Tiel aan tafel zijn de stad ingegaan en vroegen aan het winkelende publiek, wat vindt u van de Westluidensepoort? Geen mening over, ik heb me daar niet in verdiept, dus dat vind ik een beetje lastig. Geweldig. Ja, ik denk dat het echt een verbetering is voor Tiel. Ja, echt wel. Het is natuurlijk nou eventjes een puinhoop, maar als alles achter de rug zal het best wel goed zijn, denk ik. Denk maar aan het winst is voor Tiel niet. Nou, met name denk ik dat de Plantage wel toe is aan vernieuwing. Dat denk ik wel, want het is wel jammer dat het is een prachtig oud gebouw, maar ik denk dat die echt wel toe is aan vernieuwing. Ja, daar mankeert nog wel het een en ander aan. Maar de bibliotheek, ja, ik vind ook goed waar die nu zit, maar ja, ik denk dat het wel goed is. Ja. Ik zit ook bij de politieke partij ProTiel en die was er zeer op tegen in verband met de financiering. Het plan is op zichzelf wel mooi, maar de financiering is een beetje gammel in onze optiek. En ja, je weet niet waar de economie naartoe gaat. Maar als de economie bij wijze van spreken een dalletje doorgaat, nou ja, ik denk dat de gemeente Tiel dan in de problemen komt. Als ze daar al niet in zitten, maar dat weet ik dus niet. Ja, geweldig plan. Hartstikke leuk. Wel iets voor Tiel, denk ik. Mensen te motiveren om hier naartoe te komen. En wat voor plan het van binnen wordt. Ja, hartstikke leuk. Ik heb er denk ik geen mening over. want ik weet niet precies wat er komt. Een bioscoop dacht ik en zo. En het is wel beter dan die bioscoop die we nu hebben. Maar wat vind ik ervan? Ja, ik denk dat het wat beter is. Ja, beter voor Tiel. Ja, ik moet het afwachten. Daar is toen een foto van in de krant geweest. Toen dacht ik, het lijkt me zo goud of niet. Toen zag het zo heel erg gelig. Maar het zal best mooi worden. Er zal wel over nagedacht zijn. Hè? Maar het duurt nog wel even, toch? Ja, maar goed. We zien wel, hè? Heel goed. Ja, dat was nodig voor Tiel. Dat vind ik. We mogen nog meer dingen gaan bouwen. Om wat Tiel aantrekkelijk te maken. Aan de ene kant een hoop geld natuurlijk. Aan de andere kant dacht ik wel dat Tiel er wel beter van zou zijn. Ja. Nou, ik vind het grandioos. Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Ik vind het een goed plan. En ik hoop dat het uitgevoerd wordt zoals ze het gepland hebben. En ik denk dat het dan grandioos was.
ons aan tafel is aangeschoven Mark van den Broeke en hij is directeur van Secunda in Tiel. Welkom. Dankjewel. Ja, binnenkort gaat er iets bijzonders gebeuren. Jullie gaan 10-jarig bestaan vieren van Secunda. Klopt. Wat gaat er gebeuren? Nou, het wordt een hele leuke dag. We pakken dit jaar extra uit vanwege ons 10-jarig bestaan. En dat is op 4 oktober, hè? 4 oktober. Op zaterdag 4 oktober. Zaterdag 4 oktober. Okay. Om 10 uur komt de burgemeester, die komt onze dag openen. Komen bestuursleden, houden een korte toespraak en dan worden een aantal mensen in het zonnetje gezet die al die 10 jaar al bij ons werkzaam zijn. En, daarna en dat zijn niet zomaar personeelsleden die jullie hebben, hè? Nee. Kun je even voor mensen die nog nooit bij Secunda zijn binnen geweest, de kringloopwinkel, vertellen, wat doen jullie nou? Wat voor organisatie is dat? Ja, wij zijn een non-profit organisatie, dus een stichting zonder winstdoelmerk. En wij halen eigenlijk spulletjes op uit de maatschappij die mensen niet meer kunnen gebruiken. En wij knappen ze op of poetsen ze en zetten ze in onze winkel, zodat er weer iemand anders blij van kan worden. En ook een mooi voorbeeld van social return, als het met zoals dat met een mooi woord heet. Ja. Ja. Ja, dus zeg maar ook mensen die ergens een beperking hebben, maar wel kunnen functioneren. Ja, exact. We hebben dit jaar ook onze PSO-treden behaald. Wat is dat? Dus de prestatieladder socialer ondernemen. En dan waren het eerste bedrijf in Rivierland dat gehaald heeft. Oh, wat goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Dat is eigenlijk omdat wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans geven. En dat kan zijn bij ons in dienst, maar het kan ook zijn dat we ze een soort stage laten lopen bijvoorbeeld, of een traject vanuit landen of vanuit de gemeente. Ja. En jullie doen het al 10 jaar. Ja. En eigenlijk mogen we best wel zeggen op een heel hoog niveau, hè? Ja, dat zit een beetje in onze aard. Hè. Steeds het concept willen verbeteren. Steeds meer spullen een tweede kans geven en daarmee ook mensen een tweede kans geven. Ja, het speelt natuurlijk ook ontzettend in op de behoeften in de markt. Ja. Alhoewel, ik met alle respect, als ik er langs rijd, dan zie ik heel regelmatig van hele kleine auto's tot hele grote luxe wagens bij jullie voor de deur staan. Het is dus niet alleen maar voor mensen die een kleine portemonnee hebben. Nee, ik ga ook zelf ook regelmatig zijn. Ja? Ja, zeker. Ja. Nee, dat klopt. Ja, het is echt een beetje een hype en dat is al een aantal jaren dat mensen soms ook gewoon op zoek zijn naar iets unieks, iets wat anders is. En ja, dat kun je natuurlijk ook nieuw kopen, maar dan kom je vaak toch in dezelfde winkels terecht. En ja, bij ons kun je dan toch vaak spulletjes halen uit een andere tijdsgeest, uit de jaren 60, 70, 80. En dat maakt het gewoon net die inrichting wat anders. En dat zie je gewoon echt in opkomst komen. Ja. Het is gewoon creatieve mensen die moeten gewoon regelmatig langsgaan. Nou, absoluut. Ja. Maar ook als je dat niet zoekt natuurlijk. Jouw eigen betrokkenheid, hè? Ja. Want het vraagt best wel veel van iemand die in die organisatie zit. Het is niet zomaar dat je een directeur bent zoals bij een normaal bedrijf. Nee. Van waar die betrokkenheid? Ja, dat is enerzijds je hart wat voor mensen moet kloppen en je hart wat voor spullen moet kloppen. En ja, dat zit er bij mij eigenlijk al van kinds af aan in. Ja, want je komt van origine helemaal niet uit deze regio. Nee, uit Zeeland vertelde je me in het vorige gesprek. Je woont tegenwoordig in Inge. Ja. Maar echt betrokken bij om er een succes van te maken en om het ook succesvol te houden. Ja, ik kom uit een ondernemersfamilie en dus dat stukje ondernemen zat er al bij me in. En als kind, ik kom uit een klein vissersdorpje. En als kind ging ik al met mijn opa door de haven struinen naar touwen die niet meer nodig waren. En, oh, echt? Ja, ja. En, dus dan is het eigenlijk een 1 plus 1. Ja, mijn opa, dat was echt iemand die had de oorlog meegemaakt daar. En als de nood aan de man komt, zei hij altijd, we moeten alles bewaren. En alles dient nog ergens voor. Nou, dat heb ik van kinds af aan meegekregen. En goed, vanuit mijn opleiding. Een zuinige ziel dus. Ja. Dat vindt niet iedereen bij ons leuk. Maar dat klopt, je moet op de kleintjes letten. En mijn vooropleiding zit in de hoek van de personele organisatie. Ja, dan komen die twee dingen samen. Het is eigenlijk een baan die kun je niet van tevoren verzinnen als kind. Van, ik ga eens bij een kringloopwinkel werken. Nee, en wat ook wel heel erg leuk is, jullie zijn uitgeroepen tot meest succesvolle kringloopwinkel. Dat meest succesvolle. Dat was, zeg maar ja. Ja. Ja, maar jullie doen het fantastisch. Jullie, doen het gewoon, jullie staan hoog aangeschreven. We staan hoog aangeschreven, klopt. En, moet jou trots maken. Ja, nou absoluut. En de organisatie natuurlijk. Ja. Nog even terug naar die dag. 4 zaterdag 4 oktober. Ja. Die burgemeester gaat openen. Ja. Wat staat er allemaal nog meer op stapel? Nou, het is eigenlijk één grote feestdag. We proberen een podiumpje neer te zetten waar we een aantal bandjes willen neerzetten met muziek erbij dus. Heel veel voor kinderen te doen. Dat vinden we belangrijk om ook kinderen aan ons te binden. Van jongs af aan. Ik had laten kennismaken met kringloop.
Ja, en verder, ons hele parkeerterrein staat vol met kraampjes. Dus echt een fair hebben we dit jaar georganiseerd. En voor wie is het? Ja, van jong tot oud. Iedereen is welkom? Ja, absoluut, ja. Oké. Ja. Nou, dat klinkt wel heel erg aantrekkelijk. Ja, jullie kwamen toch ook? Ja, zeker. bij deze. Zaterdag 4 oktober staat bij deze genoteerd. Ja. Waar moeten mensen zijn? Spoorstraat 13 in Tiel. Dus en dat is wellicht een site waar mensen meer informatie kunnen vinden? Ja, onze website www.secunda.nl. Nou, duidelijk. Belangrijkste. Hartstikke goed. Nou, op naar 4 oktober. Ja. Ontzettend veel succes. En ga vooral zo door, want jullie zijn geweldig bezig. Gaan we doen. Tot over 10 jaar. En dan gaan we nu naar het bloemetje van de week. We kijken nog een keertje terug naar een prachtig bloemetje uit het vorige seizoen. We staan hier bij een seniorenwoonomgeving, De Brug. En hier woont mevrouw Van Nek Zoetekaal. Haar dochter Betty heeft een hartverwarmende brief geschreven omdat ze haar moeder in het zonnetje wil zetten. En ik begrijp het, er stonden prachtige dingen in deze brief genoemd. Mevrouw Van Nek die is actief hier in deze woonomgeving. En daarnaast doet ze ook nog heel veel vrijwilligerswerk voor het Vrijthof. Door weer en wind fietst ze daar naartoe om mensen zorg te bieden. Terwijl dat toch wel heel confronterend is, want het zijn jonge mensen en vaak leeftijdsgenoten. Daarnaast wordt ze superomie genoemd, want ze heeft 8 achterkleinkinderen en regelmatig gaat de taxi van Tiel naar Zwijndrecht en daar gaat superomie inspringen, helpen en bijstaan en dat is natuurlijk geweldig. Enfin, het wordt gewoon tijd dat ze een keertje extra in het zonnetje gezet gaat worden en dat gaan wij doen met dit mooie boeket. Ik ben benieuwd hoe ze reageert. Mevrouw Van Eck Zoetekaal. Komt u een klein stukje dichterbij? Nou, u wordt overvallen met een bloemetje. Dus het is heel leuk hoor. Komt u even deze kant op? Ik ben doodeng. Dat hoeft helemaal niet. Wij zijn van Stad CV Tiel. Ja, Tiel aan tafel. Ik heb je bewonderd. En wij. Mooi nog. Kijk, wij reiken wekelijks een bloemetje uit. En dat komt omdat wij dan een aanvraag krijgen van iemand die vindt dat u dat verdient. Ik geef u eerst dit boeket. Dankjewel. En dan ga ik u vertellen. Dit komt van Betty af. Ja, die zit binnen. Geweldig. En weet u wat Betty schrijft? Dat u super omi wordt genoemd? Ja. En dat u vrijwilligerswerk doet op het Vrijthof. Dat u zich hier ook bij de brug op een hele mooie manier inzet voor alle bewoners. Proberen we. Ja, maar u doet dat dus ook. Nou, hier niet meer. Iets minder. Nou, wanneer het nodig is wel, maar anders niet. Nee, maar regelmatig gaat dus de taxi van Tiel naar Zwijndrecht. Ook daar. En daar gaat u inspringen. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Nou, u ziet dus, dat wordt ontzettend gewaardeerd. Ik heb jullie bloemetje van gisteren, dat was ook zo mooi opgemaakt. Ik denk, oh, dit is het. Ja. Nou, en nu? Heeft u ook zo'n boeket? Fantastisch. Fantastisch, dankjewel. Nou ja, u moet Betty dus bedanken, want die heeft dit allemaal geregeld. Vandaar dat ze misschien wisten jullie nu kwamen. Doodeng. Dankjewel. Niet nodig. Geniet ervan en ga vooral zo door waar u mee bezig bent. Hopen we, maar we worden een dagje ouder en dan gaat alles niet meer gevleid en vloeiend. Nee, maar goed. U doet gewoon voorlopig dingetjes. Blijven we erbij. Bij. Goed. Heel fijn. Fantastisch, dank u. Wilt u nou ook zo'n mooi bloemetje aanvragen? Dat kan. Stuur ons een mail naar www.stadstvtiel.nl of naar de StadsTV-app. En dan gaan wij een prachtig bloemetje bezorgen bij iemand waarvan u vindt dat zij of hij het verdient. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Sari, het was weer een mooie aflevering, al zeg ik het zelf. De eerste van het nieuwe seizoen. Ja, lekker. We gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Dit was inderdaad weer een hele leuke aflevering met hele leuke gasten. Wilt u deze aflevering nog een keer terugzien? Dan kan dat via www.stadstvtiel.nl. U kunt ook de StadsTV-app raadplegen. Sari, volgende week zijn we er weer. Tot volgende week. Tot de volgende. Tiel aan tafel.